Welke datum is het vandaag? De? 4 mei. Hoi, het is vandaag 4 mei 2017 en ik ben op pad met Jonathan. Hallo. En Jonathan, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag naar Oostappen Vakantiepark de Bergt. Daar zit het entertainment team. En we gaan vandaag kijken hoe het met ze gaat. En het is deze week namelijk So You Wanna Be a Superstar week op programma. Dus we gaan even kijken wat voor supersterren daar zitten. Het is ook mijn vakantie, dus ook best wel druk, denk ik. Ja, het is super druk op dit moment. Dus het weer zit niet zo heel erg mee. Dus ik ben helemaal benieuwd hoeveel kids er vandaag zijn. Tot zo! Goed, we gaan even kijken hoe het met onze front office stagiair is. We hebben er ook, een van het team staat ook in het front office. We gaan even kijken hoe het met haar is. Ja, wij komen even kijken hoe het met je gaat op de receptie. Zou jij even kunnen vertellen even wat jij zo hier een beetje doet? Boekingen inchecken, ik ben nu ook boekingen aan het maken. Vragenlijsten aan het maken, patronen tekenen. Je kleert steeds meer. Ed, die is vandaag heel erg met de kinderen bezig. Hallo allemaal, hoi. Ik ben Lieke. En ik ben Kelsey. En wij staan hier in de Kids Club van de Bergt. We gaan zo beginnen met de knutselactiviteit. En we hebben deze week het thema superster. Do you want to be a superstar? En de kinderen staan buiten al te wachten en dan gaan we straks lekker beginnen met knutselen. Yes. Ze hebben er wel zin in, toch? Ik heb ook wel. Ja, zeker. Ja. Maar nu kan ik eigenlijk wel zeggen dat ze dan zo wakker te worden, maar jullie zijn al wel wakker. Maar we gaan ons nog even lekker dansen met z'n allen en eens lekker warm. Alles is wakker ik van de energie. Kijk, wil mevrouw mama ook een paardje? Nou, John en ik zijn onderweg naar de accommodatie van de overige entertainers die niet aan het werk zijn vandaag. En ja, we gaan ze wakker maken. We gaan het gewoon doen. Nou, het leven is zwaar, maar wij maken het nog zwaarder. Ja. Nee, ze gaan het hartstikke leuk vinden dat wij er zijn. We gaan het heel lief proberen te doen. Dus we zullen het heel rustig doen. Ja, lief met lawaai. Of ik ga echt heel lief doen. Anders zijn ze de rest van de dag heel chagrijnig. Dus dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee. Dus we gaan het lief doen. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe ze reageren. Oké, we gaan heel rustig. We komen je even wakker maken samen met Facebook. Hoe is het met je? Beter dan gisteravond. Beter dan gisteravond? Heb je me een beetje gemist? Goedemorgen. Denise is echt heel mooi dat ze wakker wordt. Hoi. Denise heeft heel hard gewerkt gisteren. Ze is vandaag vrij. Dus we doen haar niet lang stoor. Heb je lekker geslapen? Ja. We zien jou straks wel even nog, hè? Ja. Is Frederik ook nog aan het slapen? Ja. Dan gaan we Frederik ook even wakker maken.
Frederik is al wakker. Goedemorgen Frederik. We komen je even goedemorgen wensen met z'n allen. We komen even kijken hoe het met je gaat. Goed, hè? Ja, heb je lekker geslapen? Yes. Lekker dagje vrij vandaag? Ja. Dan ga ik jou niet langer storen, hè? En kijk eens waar wie ik weer ben. En waar zijn wij? Nou, wij komen net van de berg af en we zijn nu op Prinsmeer. Zoals je daar ziet. We hebben een hele ochtend hebben gekeken hoe het op de berg ging. En dan ging het super goed met de entertainers en de teamleden. En nu gaan we kijken hoe het met de groep hier op Prinsmeer is. Ze hebben vandaag première hier aan Horror Show. Dus ze zijn heel druk bezig met decor bouwen. En ja, er moet ook nog normale activiteiten gedraaid worden. Dus we gaan nu snel naar binnen even kijken. Ja, loop maar even gezellig mee. Hier is waar ik groot ben geworden, waar ik 10 jaar geleden zelf ben begonnen. Ze zijn druk aan het voorbereiden, dus we gaan even kijken. Ze zijn heel druk in de weer. Allemaal zwaaien! Wij zijn een deco aan het maken voor vanavond. Wat hebben wij net gedaan dan? Wij hebben nou net al die inwerkspullen opgehangen. En nou moeten we ook de tafels. Ja? Nog helemaal doen. En ja, maar nog meer. We moeten straks kijken naar de generalen. Heel veel zin in. Oeh, ga je kijken? Ja, en ik ga ook leuk. Dat ga ik best doen. Oh nee! Ja. Oh, dat gaat helemaal mis. En, nee, nou, gaat goed. Alleen ook club. Tussen twee tafels krijgen. Ik ga even laten zien hoe het eruit ziet. Kijk! En dan gaat natuurlijk al die rommel weg. En Nina gaat vanavond ook weg. Want dit kan natuurlijk niet. Een grapje. Nina werkt heel goed mee. En Nina helpt heel goed mee. En Nina vindt het heel leuk. Wat? Dat je het heel leuk vindt hier. Ja, ik vind het heel leuk hier. Wel een heel leuk team. Yes! Nou, dat was het alweer voor vandaag. Ik ben natuurlijk naar 2 Oostappelparken geweest met Jonathan. De eerste was Oostappelpark De Bergt. Daar heb ik het ochtendprogramma gezien. Dus de meet and greet met Ed en de knutselclub. En daarna gingen we naar de grootste Oostappelpark, Prinsenmeer. En daar ook vooral de voorbereidingen gezien van de Hiha Horror Show. Volgens mij had Imke er wel vertrouwen in haar team. En dus hopelijk gaat de première van de Hiha Horror Show vanavond supergoed. Ik denk het wel. En dan zie ik jullie allemaal weer de volgende keer. Doei doei!